Oh, mijn, hoe maken we het van mijn... Bert en Ernie. Kent u die uitdrukking, dames en heren kijkers? Bert en Ernie. Twee karakters waar menigeen mee opgegroeid is. Bert en Ernie, die in 1969 voor het eerst in Amerika op de televisie verschenen. Bert en Ernie. En in Nederland bestaan ze nu 40 jaar. En dames en heren, de mensen die met Bert en Ernie zijn opgegroeid, die houden van samenwerken, hebben respect voor elkaar en hebben soms ook zin in plagen. Want dames en heren, plagen doe je uit liefde. Plagen is lief en pesten is gemeen. Politici van even over de 40 die van samenwerken houden, die naar elkaar luisteren en die af en toe plaagstootjes uitdelen, die zijn op een goede manier met Sesamstraat opgegroeid. En zij dragen Sesamstraat op handen. Veel volwassenen denken met warmte aan hun jeugd, waarin ze met papa en mama en broer en zus om 6:30 samen naar Sesamstraat keken. Je voelde je verbonden met het gezin en je kon daarna lekker slapen. Het zijn belangrijke momenten, dames en heren kijkers, in het kwetsbare leven van het jeugdige kind. En nu, ja, nu hebben een paar kinderhaters besloten dat het afgelopen moet zijn met de warme gezinsband en dat Sesamstraat alleen nog op de middag mag worden uitgezonden. Die kinderhaters die vinden kijkdichtheid belangrijker dan liefde, geld belangrijker dan de gezinswarmte. Het fijne is wel trouwens dat Bert en Ernie blijven en de kinderhaters, de omroepbaasjes, weer vertrekken. Ruimdenkendheid en liefde wint het altijd van bekrompenheid en haat. Leven Bert en Ernie, zou ik zeggen, en leven Sesamstraat. En omdat ik de stemmen van Bert goed na kan doen, zeg ik tot slot: maken wat van, maken wat van. Als je ontevreden bent, nou doe er dan wat aan. Ik wens u een fijne voortzetting, veel Sesamstraatplezier en een aangenaam etensmaal. Ja, dat is toch waar ook.